Suriname wordt er 45 jaar stadkundig onafhankelijk. Over enkele weken heeft de onafhankelijkheid ervoor gezorgd dat wij in onze winkelzaken de rekken gevuld zijn met meer Surinaamse producten of importproducten. Dat is waarover we spraken met Sumintra Amrit, onderneemster, winkelierster in het dagelijks leven. We spraken met haar daarover, maar ook hoe het nu gaat met de prijzen van goederen in de winkels na de unificatie van de koers. U hoort Sumintra Amrit, onderneemster, winkelierster in gesprek met TBN Prime Alert. Raj Mahango legde het volgend interview vast. Toen we COVID-19 in alle heftigheid hadden in Suriname, hebben we vaker met u gesproken over de situatie toen. Hoe is het nu na enkele maanden verder? Gelukkig is COVID een beetje teruggegaan. Ik krijg nu positieve berichten via de media. En dat geeft mij een veiliger gevoel. Dus kan ik nu best in de winkel staan zonder bang te zijn. Dus ik vind dus dat de Surinaamse gemeenschap zich toch keurig aan de regels heeft weten te houden. Met de unificatie van de koers hebben we gezien een immense stijging van prijzen van heel wat goederen. Nu verkoopt u in uw zaak hier de stijging van de prijzen. Wat kunt u ons zeggen daarover? Met hoeveel procenten zijn ze allemaal gestegen na de unificatie? Nou, zeker zo'n 20-30%. En als het zo door blijft gaan, het is stijgende. Ik zie geen dalende trend. Dus iedere week heb je weer andere prijzen. Gisteren sprak ik met iemand. Ik zei, als de winkeliers allemaal één vuist maken en zeggen, wij kopen niet meer een maand lang wat we hebben, dat gaan we verkopen. Dan wil ik echt zien of dan er een stop intreedt. Maar die vuist gaan we niet kunnen maken. Dat weet ik. Samen zouden wij, alle ondernemers, eigenlijk alle winkeliers, wij zouden dat wel kunnen klaarspelen. De macht van de winkelier eigenlijk, laat me niet zeggen macht, maar dan het kunnen van de winkelier is zo een beetje bewezen met de crisissituatie. Een winkelier wordt altijd uitgescholden. Maar ik heb mensen gehad die mij hebben gezegend, mevrouw Amrit, God gaat u zegenen. Omdat ik positieve, ik kan zijn dat ik ook negatieve dingen gedaan kan hebben, ik weet het niet, maar het kunnen, de waarde van de winkelier. Hebben de winkeliers bewezen. En nu met de stijging, zegt u, en de blijvende stijging, ja, krijgt u dus toch heel wat boze klanten? Men is moe nu om boos te worden. Men is nu te neergeslagen. Men is nu teleurgesteld. Men weet zich geen raad. Kijk, er is een bepaald deel van de bevolking. Dat zijn meestal de hardwerkende mensen die niet van één baan leven. Die naast hun baan ook andere dingen ondernemen. Die mensen kunnen hun boodschappen toch redelijk betalen. Maar je hebt mensen die in huurhuizen wonen. Voor die mensen, het is baldadig moeilijk om hun huur bij elkaar te brengen voor de maand en dan nog voor eten te zorgen. Maar meneer, tot de dag van vandaag is niemand van honger omgekomen. Eigenlijk nu op dit moment is alleen de koers, de prijs. Hoe kunnen we dan dat een beetje terugdringen? Alleen dat. En merkt u dat de klanten nu steeds het meest essentiële kopen? En bevoorraden jullie je winkels ook alleen met het essentiële? Of slaan jullie toch in grote hoeveelheden op, ook andere dingen? Nee, alleen het essentiële. Dat koop ik nou groter, omdat men nu gaat voor de wat nodig is.
iets dat ze op een, naar een later tijd kunnen verschuiven, doen ze dat. Maar olie, aardappel, suiker en dat soort dingen. En omdat de importeur weet, ik ga het kunnen verkopen, het is de prijs dat ik noem, plotseling is aardappel geworden 175 SED in zak. Hoeveel was het voorheen? Voorheen 90, 125, 130. En de reden van stijging? Het is vraag en aanbod. Het is gewoon vraag en aanbod. Omdat misschien een aantal importeurs niet hebben geïmporteerd. Dus de vraag is groot. Het is 175 een zak. Als je wil kopen, als je niet wil kopen. Ik verkoop met aardappelen nou 10 SD een kilo. 5 was in de meeste winkels. 5, 6,50, alles. Uien, men is zo ver gegaan voor uien. Moet je 225 neertellen. 245. Ik heb al mijn bonnen bewaard. Voor het geval ik prijscontroleurs krijg. Ik heb al mijn bonnen bewaard. Maar waarom is het nodig? En wat kost een kilo dan, uien? Uien verkoop ik 13,50 een kilo. En hoeveel was het? 8,50. En dat was wanneer? 8,50? Enkele dagen of enkele weken terug? Misschien 2 weken terug. Okay. Misschien 2 weken terug, ja. 17 SED 2 kilogram verkocht. Dat is toch een enorme stijging? Omdat niet alle importeurs hadden geïmporteerd. Daarom dit, vraag en aanbod. En dat zeg ik. Zouden alle winkeliers één vuist maken, meneer? Zouden we wat kunnen doen? Maar dat is een beetje moeilijk. Mevrouw Amriet, we gaan op naar 45 jaar stadkundige onafhankelijkheid. 45 jaar Suriname toen en 45 jaar Suriname nu, vooral voor jullie in de handel. Hoe is dat? Heeft u grote verschillen gezien? Ja, 45 jaar onafhankelijk. Suriname is natuurlijk een andere Suriname geworden. Toen, voor de onafhankelijkheid, had je firma's als De Vries, Kersten, al die buitenlandse namen die groothandel hadden eigenlijk. Maar na de onafhankelijkheid is dan de Surinamer eigenlijk in opmars gekomen. Surinaamse importeurs, de Surinamer is zich verder gaan ontwikkelen en uitbreiden. Dat zien we tot de dag van vandaag. Men is verder gegaan in het ondernemen. En ja, er is wel een heel groot verschil. 43 jaar terug ben ik getrouwd. Ik ben gekomen als bruid. De volgende dag al stond ik in de winkel. En daar sta ik nog steeds. En de verandering van toen en nu. Toen verkochten wij een kwart liter olie. Een pond suiker. Een pond uien. Een pond suiker. Blakaté hadden ze toen, die moest je dan delen. Men kon toen niet kopen zoals men nu koopt. Nooit. Dat is wel een opmerkelijke verandering in deze 45 jaren. Dat is wel een hele opmerkelijke verandering. En zijn jullie rekken in die 45 jaren nu veel meer gevuld met Surinaamse producten of nog steeds met buitenlandse producten? Nog steeds met buitenlandse producten. Nog steeds. Over het algemeen allemaal buitenlandse producten. Dat is wel jammer in die 45 jaren? Ja, ja, helemaal. Want zo gaat het geld weg. Toch? Dan blijft het natuurlijk, heb je dan een schaarste. Maar zijn er zaken in die 45 jaren, mevrouw Amriet, waar u zegt dat we als Surinamer trots op zouden moeten zijn? De mensen, omdat ze nou teleurgesteld zijn, te neergeslagen zijn, ze weten zich geen raad eigenlijk wat er gebeurt. En natuurlijk moeten ze hun grief ergens kwijt. Iemand moet de schuldige zijn. En op dit moment is het meneer Santokki. Dat meneer Santokki had beloofd dit en dat overal. Alleen maar negatieve dingen.
Maar meneer Ganesh, binnen 3 maanden. Met welke toverstok moet hij zwaaien? Om alles op een rijtje te krijgen. Ja, omdat men dus weet dat ik een echt in hart en nieren VHP'er ben, dan komen ze mij aanvallen. Waarover? Over, laat me zo zeggen, de escapades van onze president wat betreft het aanstellen van familie en vrienden. Het benoemingenbeleid. Het benoemingenbeleid. Kijk, ik ben geen politicus. Dat is wat hij doet, is zijn zaak. Ik heb te maken met het eindresultaat. En dat moet zijn? En dat moet zijn. Ik heb dat al een keer gezien tijdens zijn regering. Tijdens zijn vorige regering heb ik dat al gezien. Hoeveel de koers was. En toen hij wegging, hoeveel de koers hij heeft achtergelaten. Toch? En nu, hij staat aan het begin. Dus hij mag... Voor mijn part mag hij zetten wie hij wil. Ik weet het niet. Dat is, hij zit daar. Hij weet waarom hij het doet. Toch? Dat is niet iets waar ik me mee ga bemoeien. Alleen, ik weet zeker, eigenlijk, het is maar 3 maanden. Ik weet zeker dus dat deze man, ja, hij verdient eigenlijk... Hij verdient eigenlijk beter begrip van de samenleving. Een beetje vertrouwen hebben in hem. Tenminste, als winkelier heb ik zijn waarde ooit mogen ervaren. Maar wat zou hij moeten doen dat men toch meer vertrouwen in hem gaat hebben? Wat kan onze president doen nu met de lege kas en met die hele grote gaten die er in die kas zijn? Alles wat je ook gaat zetten gaat eruit. Dus alleen hij weet door welke hoeken en gaten hij zich moet brengen om dan toch te staan. Kijk, hij heeft de regering gevormd met nog andere partijen. Hij moet ook luisteren naar hun, want als hij ook niet luistert naar wat zeg maar de andere partijen willen hebben, hij doet alleen wat hij wil hebben, dan kan de regering vallen, denk ik. Dus... Het is wel een beetje een kwalijke zaak als men mij nu vraagt van ja, dan zijn vrouw heeft zoveel posten. Kijk, dat weet ik niet. Iemand komt mij aanvallen van hij heeft zijn Samdibai, weet ik veel. Dat weet ik niet. Ik weet niet wie zijn Samdibai is en welk post hij heeft gehad. Oh my god. Toen je 2 termijnen voor hem had gestemd, want jouw het eerste letter van jouw naam is een A. Dan heb je gestemd voor die A. Nu alles in de donder is gelopen, kom je, waarom was je toen niet op straat gegaan? Waarom was je toen niet in opstand gekomen? Waarom was je toen niet bij mevrouw Amrit gekomen om te zeggen, mevrouw Amrit, kijk, ik heb 2 keren voor deze meneer gestemd en kijk wat we hebben. Nee, 3 maanden na de verkiezing, oh my god. Gisteren met de opbelprogramma van meneer Van Satis. Meneer Satis heeft minister Achai Bersing gebeld. Die meneer heeft gesproken. Ik geef die meneer een 10. Die meneer heeft gesproken. Ik ben rustig geworden. Zulke, hoe noem je, ik kan niet zeggen wat die woorden met mij heeft gedaan. Ik was zo blij om die man te horen en de plannen die er zijn. Zijn woorden hebben vertrouwen bij gewerkt. Helemaal, helemaal. De woorden van meneer Achai Bersing. Misschien dat de regering wat meer informatie naar buiten komt. Meer communiceren met het volk. Juist, juist.